Een expositie in een casino. Het is vanaf vandaag te zien in het Holland Casino in Nijmegen. Op de eerste verdieping van het casino worden vanaf 18 januari tot 13 maart tussen de gokkasten en speeltafels 4 verschillende exposities tentoongesteld. Een idee van heel Nijmegen schildert, die werken toont van amateurschilders uit Nijmegen. Een maand of 3-4 geleden hebben wij een oproep geplaatst via verschillende media. Oproep aan amateurkunstenaars om eens te kijken of we mensen enthousiast kunnen vinden om amateurwerk voor het grote publiek tentoon te stellen. Dit idee kwam bij me op omdat ik zelf ook wat werk heb gemaakt. En natuurlijk is het hartstikke leuk als je tante het mooi vindt en je vrouw en je kinderen. Maar wat vindt het echte publiek ervan? En dat heeft me zeg maar getriggerd om na te denken over van goh, kunnen we hier in het Holland Casino Nijmegen nou niet eens een mooie expositie inrichten in deze fraaie taste and relax ruimte. Wat we precies van plan zijn, we hebben dus na die oproep kregen we enthousiaste reacties, maar liefst ruim 120. En we hebben gezegd, nou meer dan 30 werken kunnen we niet kwijt. Dus we hebben het ingedeeld in 4 exposities van 30 werken. Holland Casino Nijmegen en Stormgevers hebben gesprekken met elkaar. Van het een komt het ander. We hebben een leuke klik en we denken van, nou weet je, dan ga ik vervolgens nadenken. Van wat is nou een goede oplossing om zeg maar met deze ruimte te beginnen. Ja, en al samen brainstormend, samenwerkend, komt er dit uit. We staan 40 jaar dit jaar. Het is ons jubileumjaar waarin we zitten. We zitten hier al ruime tijd in Nijmegen. Ik vind het belangrijk dat wij als casino zijnde ons ook laten zien naar de bewoners van Nijmegen toe. Ja, en dat wij ook een maatschappelijke functie hebben. Nou, de eerste gasten die gereageerd hebben, die binnengekomen zijn, hè, we waren vanmorgen nog aan het opbouwen hier. Nieuwsgierigheid, of wat gebeurt er boven toch? Allemaal even kijken. Dus ik denk dat de mensen, onze gasten, het ook leuk vinden om te zien wat er hierboven gebeurt. En dat ze zeker ook een kijkje komen nemen hier in de expositie. Ik durf echt niet te zeggen wat wij qua hoeveel personen we verwachten. Dat ligt ook aan de schilders zelf. Hè. Hoeveel vrienden en kennissen zij weten te enthousiasmeren om hun schilderkunst hier te komen bekijken. Maar ik durf daar geen uitspraak over te doen.